Storytelling is een manier om een verhaal over te brengen dat aansluit bij de doelgroep. Dit kwam woensdag ter sprake tijdens de masterclass Corporate Storytelling. In het buitenland wordt deze techniek vooral gebruikt in het bedrijfsleven door managers om hun visie en missie over te brengen. Onias Landveld, directeur van de Narrative en inleider tijdens de masterclass, zegt dat het in deze gaat over hoe een bedrijf zich wil presenteren aan het grote publiek. Als storytelling is een verhaal vertellen met een doel, is corporate storytelling een verhaal vertellen met een zakelijk doel. Door ervaringen te creëren, door informatie te geven. De vraag is alleen, wat wil je creëren, wat wil je delen? Wat is je doel? Als jij een leider bent, dan moet jij drie dingen bezitten. Je moet in staat kunnen zijn om invloed uit te oefenen op je mensen. En nog een keer. Maar invloed kan jij zowel intern als extern uitvoeren. In ons geval. Bedrijfsmatig, je hebt je werknemers, dus intern moet je invloed uitoefenen zodat je hun kan inspireren, je kan hun aan het werk zetten. Motiveren, begrijpen. Extern is ja, jouw klanten zover krijgen dat ze producten bij jou kopen of dat ze diensten bij jou afnemen. Heel kort door de bocht. Heel kort. De masterclass Corporate Storytelling is afgesloten door de onderdirecteur handel van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, Donaghy Malone. Een ander onderdeel van de masterclass Storytelling was een discussieavond met jonge politici over het onderwerp oude politiek. Storytelling in de politiek is groeiende en geeft goede vaardigheden aan vooral jonge politici om hun verhaal over te brengen, benadrukt Landveld. Tijdens de masterclass werd duidelijk dat jonge politici meer moeten studeren en nieuwe vaardigheden moeten aanleren om effectiever te zijn in hun ambitie. Randy Berghout, hij is de organisator van de discussieavond, gaf aan dat de politici zoiets moois van Suriname kunnen maken. We brengen nu een fragment van de discussies. Het is niet over jongeren. Ik zal maar heel ruw zijn om te zeggen dat ik weinig hoop heb in de oudere generatie. Maar jullie hier zijn van mijn generatie. Wat gaan wij doen om het te veranderen? Als je en wanneer praat over dit soort dingen, toch, je probeert de mensen eigenlijk uit te leggen dat er geen verschil is tussen een hoogwaardigheidsbekleder en een andere dag. Dan steunt die hele conversatie daar al. Dus dat probeer ik uit te leggen. We kunnen de hele avond praten over hoe we het gaan veranderen. Ik probeer uit te leggen, je begint alvast bij jezelf als mens en hoe je naar elkaar kijkt als mens. Als wij nog steeds gaan denken, ja, ik heb iemand nodig om daar te zetten en een bepaalde machtspositie te geven, zodat het beter gaat met mij, dan ben je al heel, volgens ons concept hoor, ben je nog precies in hetzelfde systeem bezig. Je kan het zodanig gaan organiseren dat je wel een trekker hebt, maar niet op basis van macht, maar creatieve overtuiging. Rumi Knoppel, participant, en daarvoor zag u Randy Berghout, organisator van de discussieavond gisteren tijdens de jongerendiscussieavond over oude politiek als onderdeel van de masterclass Storytelling. De discussieavond is gehouden in de zaal van de Palu aan de Kafuludistraat.